We zijn terug, het tweede deel van het actualiteitenprogramma vanuit de Congreshal. Een programma van het Nationaal Informatie Instituut en de STVS. Nogmaals, ik ben Ashna Poelsing en vandaag ben ik uw presentatrice. Het is tijd voor mijn tweede gast en dat is niemand minder dan de deken van de districtscommissarissen. Mevrouw Malonti, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Met mij gaat het goed. Hoe beleeft u die hele situatie rond COVID-19? Nou, we zijn druk bezig nu met de voorbereidingen naar de verkiezingen toe. Ja. En daarnaast moeten wij ook als burgermoeder en burgervader zorg dragen dat de informatie met betrekking tot de zaken rondom COVID, de bevolking en de gemeenschappen, ook heel ver in het binnenland bereikt. En hoe zit het met de bewustwording in dat deel van Suriname? Nou, voor wat betreft het binnenland hebben we de richtlijnen vanuit het COVID-team vertaald in de plaatselijke talen van de mensen. Ja. We hebben ook pamfletten uitgedeeld en ook de boodschap via de basjas, via de kapiteins doorgegeven. En heeft u het gevoel dat de plaatselijke gemeenschap zich wel houdt aan de regels? Niet altijd. Precies zoals in Paramaribo dat je ongehoorzame mensen hebt. Zo heb je die ook in het binnenland. Maar laatst heeft de president van, van de Republiek Suriname de gezagsdragers van het binnenland uitgenodigd voor een meeting. En dat is geweest, ik denk, de man die niet aanwezig konden, zij hebben de vertegenwoordiger gestuurd. En ze hebben ook de gelegenheid gehad om na de meeting ook een tête-à-tête te hebben met de president. Ik denk dat het tijdens die meeting, dat er over een heleboel is gesproken en wat onduidelijk was, is verduidelijkt. Heeft u dat gevoel ook gehad? Ja, eigenlijk hebben ze eerst een presentatie gehad van, dokter Vreden. Ja. Over de ziekte zelf. En daarna ook een presentatie van mevrouw Daniela Feira. En ook van over Slijngaard. En nadien mogen ze dan vragen stellen. En nadien hebben ze ook de gelegenheid gehad om met de president weer overleg te hebben, ja. Er is een heleboel te zeggen over de grenzen van Suriname. Zoals mevrouw Feira al heeft aangegeven op de persconferentie. De situatie baart zorgen. Wat zegt u als DC? Is het nodig om de grenzen af te sluiten? Hermetisch, zover als het kan? Ja, eigenlijk is de grens al afgesloten. Want er mogen geen oversteek meer plaatsvinden van Albina naar Sint-Laurent. Maar de mensen zijn eigenlijk verhuisd naar een andere plek. En dat is een Frans dorp genaamd Apatou. En daar doen de mensen wel de oversteek naar Lange Tabiki. Het is ongeveer een kwartier varend vanuit Apatou naar Lange Tabiki. En dan vinden ze dan hun weg door naar Paramaribo. Mevrouw of DC Malonti, hoe ziet u dit verder gaan in uw gebied? De regels in acht nemen, een gesloten grens, maar dat mensen dan nog wel gaan proberen om een gaatje te vinden om de oversteek te doen of tijdens de lockdown over straat te zijn. Hoe ziet u dit verlopen? Het is een uitdaging. Vandaar dat wij ook met de traditionele gezagdragers hebben gesproken. En we hebben ze gevraagd om ook erop toe te zien dat ze geen vreemde mensen toelaten in de dorpen. Mocht dat gebeuren, moeten ze dan doorgeven aan de plaatselijke politie of bellen met de DC, zodat dit wordt doorgegeven aan het COVID-team. Om dan in te grijpen. Zoals meneer Slijngaard ook al zei maandag, sociale controle moet een belangrijke rol gaan innemen in dit geheel. Hè? Ja, klopt. Over de verkiezingen, DC. U bent de deken van de districtscommissarissen. Een DC heeft een belangrijke rol in het verkiezingsproces. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, de deken is eigenlijk de eerste onder de gelijken. En ik heb eigenlijk een coördinerende rol binnen het geheel. En ook een moederfiguur. Ja, bij de verkiezingen is het zo dat de verkiezingsautoriteiten in contact treden met de deken. En dan worden dan de zaken die eigenlijk gedaan moeten worden, eerst besproken met de deken en daarna wordt het doorgespeeld aan de districtscommissarissen. En dat is ook bij het verkiezingsgebeuren. De DC's krijgen de gelegenheid om een paar opleidingen, geen opleiding eigenlijk, zijn trainingen te volgen. En daarbij moet ook de deken inkomen om dat geheel te organiseren. Ook hebben wij gehad de identificatie van de stembureaus, ja. De straatnaamborden, want er zijn een heleboel nieuwe wijken gerezen in de binnenstad en ook binnen Paramaribo en ook in Wanica. Dus deze nieuwe straten moesten voorzien worden van naamborden en huisnummering. Daarna hebben we de voorlopig ter inzakelegging gehad. We hebben ook gehad de werving van stembureau personeel. En nu zijn we bezig met het afstempelen van de stemkaarten. Ja. De bedrukking is in volle gang. Is het korps van die districtscommissarissen al goed voorbereid met een maandje nog te gaan? Ja, we zijn goed voorbereid. Ondanks de corona zijn we toch bezig geweest om alles op alles te doen om het werk voor te bereiden, zodat we op de dag van de verkiezingen gewoon kunnen doorgaan. DC, als we het hebben over het Pamaka-gebied, er wordt een nieuwe DC, een nieuwe Gramang-correctie beëdigd. Hoe verlopen de voorbereidingen daartoe? Nou, traditioneel is deze Gramang al ingewijd. En nu is het bij de regering om de Gramang uit te nodigen om naar de stad te komen voor de installatie, dus de eetafname. Oké, en terug naar de veiligheid, want dat is zoals u al zei ook aan de orde gekomen in het gesprek tussen de gezagsdragers en de president van het land. Er is een brief gericht aan u namens een stam. Kunt u ons vertellen wat de inhoud is van die brief en wat u ermee gaat doen uiteindelijk? Ja, er is daadwerkelijk een brief gericht naar de districtscommissaris en die brief is in behandeling genomen. Ik heb gereageerd op die brief om eigenlijk door te geven dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met COVID ook voor het binnenland geldt. Het is niet zo dat de centrale overheid hier maatregelen treft en dat de binnenland niet wordt meegenomen. Toen deze onduidelijkheid er was, heeft de president toen de gezagdragers uitgenodigd voor de vergadering. En ze zijn ook geweest en alles is daarvoor duidelijk. En ik denk dat ze ook tevreden weg zijn gegaan. Bepaalde getroffen maatregelen, DC, kunnen indruisen tegen de tradities en de gebruiken van bepaalde groepen in het binnenland. Hoe gaan jullie daarmee om? Zijn er afspraken gemaakt? Worden de mensen extra geïnformeerd over waarom het nodig is een bepaalde regel in acht te nemen? Ja, er zijn extra afspraken gemaakt met de traditionele leiders. En ze hebben ook de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat bepaalde zaken die normaal was in het dorp niet meer gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld als iemand is komen te overlijden, hadden ze een brokodee. En bij deze activiteiten heb je heel wat mensen op de been. En we hebben ze gevraagd om rekening te houden met de afstand tussen de mensen.
En ook dat er niet te veel mensen op de OSO aanwezig moeten zijn. Kan dat? Lukt dat? Het lukt wel, omdat de mensen eigenlijk de ernst van de ziekte nu wel hebben ingezien. Ze hebben gehoord hoeveel mensen in het buitenland zijn gestorven aan deze ziekte. Ze hebben ook tijdens de presentatie heeft dokter Vrede ook filmpjes laten zien. Dus ik denk wel dat ze nu de ernst van de zaak inzien. Dus los van de communicatie rond de getroffen maatregelen in verband met COVID-19, kunnen we ook zeggen dat de communicatie over de aanstaande verkiezingen, dat het allemaal goed verloopt in uw gebied? Ja, klopt. Alles verloopt naar wens. DC, voordat ik u laat gaan, hebben we graag dat u in uw taal een oproep doet, dan wel de boodschap doet overkomen aan uw bewoners in de taal die ze spreken of die men kent daar, over waarom het belangrijk is om de maatregelen van de regering of de overheid op te volgen en niet ongehoorzaam te zijn. Na fosipesi da bali ala sama wang lespeki odi. Mina desi malonti margarita ikifau sabi kaba. En tidemi kisi au kasi futaki anga afolku fubuskonde. Ala sama ye ataku siki di diagon tapu. Di eki samana la konde. En wimutaki gadugan tangi da chasiki yaso. Akondo asanang ekefadi adeta konde. Wabia kolokutaki na tisama namo biabia sikia asanang pe wansama kon lasi libi en denta negi sama de fende den bete kabako utaki sigisi sama bete kaba en den dita sama dia aini bahandelen fudata ite. Asikia anawan sikifu meke spotu angeng. Bika efi na holy rekening anga isefi, efi ya iha kenisi anga tasama, da isha taya siki dego over, gi tasama oktu. Den sama di ekomoto na solang fu abakong asanang. We begi den, meke den tape den de eke fagalan titaki kaba. Bika wasabi sama anga on sama abia sikia. Wisi sama dia ni wan kondene iwani abafu kong ai sama na waugi yo chai kombika ya sabia fi ya biasiki digala chaki shuka ba futa de pesi pio de meke u haliki galanti bika efi aba ko wan kondene ya biasiki agwenti fu abu skonde dio sufu de ko su bianga de sefi we guago makandi alasani we du makandi da so sefi asiki sa padnya aini akonde galanti fu foto na uhabi ala den soutu wo kosani e keden ta konde fu de sha asiki yaso ne de meke we begiwi fu keni shanga u sefi fa asiki yaso akwa sanan we giga gaduga antangi kaba bikate iluku da den sama dibe abia asiki yasa nan da den pinapina ga den te beina ala den konkis di epi en moga se fu den kombete kaba de reme ke we begi ala sama ali ki sangan galanti a foto eta kyanga wi en sade wani fu wi se fi e ke busikonde sama giwana a galanti fu asiki yaso akaba wi a busikonde eta wan le isi meke o ali ki de sanit galanti eta ki fu asikia apanya giwi bika wi ana alanga sai fu fecha asikia so gantangi fu. Dank u wel, DC. Ik heb niet alles verstaan, maar ik heb wel verstaan dat u vraagt dat de mensen gehoorzaam zijn en de regels opvolgen. Rest mij u succes verder te wensen, zeker ook in aanloop naar de aanstaande verkiezingen, maar ook in het gehele COVID-19 gebeuren met de maatregelen. Succes DC en een fijne dag. Ja, dank u wel. Dat was mijn tweede gast voor vandaag, het actualiteitenprogramma van NII en de STVS. Te volgen via 8.2 en 8.3, maar het is ook live te streamen via het internet. We gaan naar een volgende gast, maar dat is na de break.